Jutta Leerdam, tweede op de 1000 meter. Met wat voor gevoel sta je hier? Het is al de zesde keer denk ik dat ik deze vraag nu gesteld krijg. Maar ja, dat is logisch natuurlijk. Natuurlijk ging ik voor goud, maar het is zilver geworden. En ja, ik heb gewoon mijn best gedaan. En ja, op dit moment zat er even niet meer in. Ja, je moest natuurlijk tegen Brittany Bowe. Dat is gewoon de koningin de rit van tevoren op papier. Ja, inderdaad, de voorspellingen waren wel inderdaad dat de winst misschien uit die rit ging komen. En ja, dat kan. Ik probeer zelf niet te letten op de winst, maar ik probeer gewoon echt te letten op hoe ik rij. En daar heb ik denk ik al genoeg aan. Dus ja, ik heb gewoon, zoals ik al zei, mijn best gedaan. Ja, vorig jaar was jij wereldkampioene, nu zilver. Wat zegt dat verschil dan nu ten opzichte van vorig jaar, nu een halve seconde achterstand? Ja, ik denk uiteindelijk niet veel hele andere omstandigheden, heel ander jaar. Mijn seizoen is gewoon wel heel goed verlopen onder omstandigheden. Weet je, we hebben een heel mooi team neergezet. En ik ben Europees kampioen geworden, ik ben Nederlands kampioen geworden. Ik heb nu zilver behaald op de 1000 meter. Ik heb geen stap achteruit gedaan in niveau. En ja, ik heb gewoon heel veel van dit seizoen ook geleerd. Dus dat brengt me ook wel weer veel voor volgend jaar. Hoe is voor jou de afgelopen 2 weken geweest? Je hebt de vorige World Cup rustig aangedaan, een lichte blessure gehad. Ja, ik kon niet rijden, ik kon niet lopen, dus ik kon niet rijden. Ja. Hoe is dan nu je voorbereiding voor de 2K geweest? Nou, niet ideaal, want als je niet kan lopen, dan kan je niet schaatsen. Dus ik heb 4 dagen niet kunnen schaatsen. En even gedacht dat ik helemaal geen WK kon rijden, dus dat ik achteraf zilver heb behaald. Ja, dat meer dan geen WK rijden, dus daar ben ik blij mee. Is dan alsnog een opluchting dat je op tijd weer fit bent geraakt? Ja, zeker. Ja, ik heb er gewoon alles aan gedaan om het proberen te ontlasten. En vooral ook gewoon niet aan proberen te denken. Gewoon doen alsof het er niet is. En gewoon te focussen op dit WK. En ik heb er gewoon op dit moment even alles uitgehaald wat erin zat. Ook al kan het gewoon nog veel harder, dat weet ik ook allemaal. En daar ga ik ook aan werken deze zomer weer. Maar ja, ik heb gewoon een mooi seizoen gehad. Dus. Hoe kijk je terug op de bubbel? Ja, wel goed. Het ging heel snel. Ja? Ja, 5 weken is uiteindelijk toch best wel lang. Maar dat is voor jou voorbij gevlogen? Ja, best wel eigenlijk. Want je leeft ergens naartoe, naar wedstrijden toe. Ondanks dat ik inderdaad die laatste World Cup niet kon rijden, leef je best wel naar wedstrijden toe. Dus gaat het heel snel eigenlijk. Dus nu is het klaar. Ja. Wat ga je de komende weken doen? Ga je doortrainen of juist ontspanning eerst zoeken? Eerst nog wel eventjes tot eind februari denk ik nog even doortrainen. Dankjewel. Bedankt.